We gaan kijken naar de eerste atlete die genomineerd is voor de sportvrouw van 2015. Proficiat. Dankjewel. Eerste vraag, wat ben je het meeste? Zaalvolleybalster of beachvolleybalster? Ik denk de zaal, want beachvolleybal heb ik nog maar een jaar gedaan. Nog maar een jaar gedaan, maar je hebt daar een bijzondere prestatie verricht dit jaar. Ja. Kun je ons vertellen wat je hebt behaald? Nederlands beachvolleybalkampioen. Nederlands beachvolleybalkampioen op het strand van Scheveningen? Ja. Ja. En dat doe je samen met Nila van Den Heuvel uit Uden. Ja. Dat je vaste beachvolleybalmaatje? Ja, van dit jaar maar. Van dit jaar wel, want jij traint bij een speciale beachvolleybalopleiding. Ja. Vertel eens. Nederlands beachvolleybalschool Eindhoven. Oké. En jij speelt hier in Gemer bij Wereld? Ja. Dat beachvolleybal, wat zit daar voor jou in voor de toekomst? Ik hoop nog meer eerste plaatsen en zo. Want die opleiding die jij volgt, de beachvolleybalschool, is hier specifiek om talenten erop te brengen? Ja. Dus wij mogen zeggen dat we hier weer een groot gegeven talent op het podium hebben staan. Ja, dat hoop ik. Ja, nou hartstikke mooi. Jara, vanwege dat talent en vanwege jouw prestatie dit jaar ben jij de eerste genomineerde voor sportvrouw van het jaar. Dank u wel. En de tweede atlete die genomineerd is voor de sportvrouw van 2015. Carlijn, regio kampioen Zuid-Nederland junioren meisjes. Dat ben je dit jaar geworden, maar volgens mij was jouw sportjaar veel meer dan dat. Vertel eens, waar ben je dit jaar allemaal geweest? Ja, veel plekken dit jaar. Ik ben naar het EK geweest in Estland. En daar ben ik 14e geworden op de tijdrit en 14e op de wegrit ook. En ik ben naar Amerika geweest voor het WK wegwielrennen. En daar was ik ook 15e geworden. En nog overige uitslagen natuurlijk. Ja, je hebt ik heb eens even zitten kijken. Je hebt inderdaad dit jaar heel veel wedstrijden gereden. Je bent ook de wereld over geweest voor je sport. Logisch vraag, hoe combineer jij dit met onder andere school? Ja, ik zit op JCU in Tilburg, met Johan Cruijff. Het is op zich, ja, het wordt allemaal goed geregeld. Als je vrij krijgt, je krijgt gewoon altijd vrij als je nodig hebt. Lessen worden opgenomen, goede begeleiding. En dat is wel belangrijk, denk ik, als je topsport doet. Ja, want jij zit dus op een topsportopleiding. Open deur, maar wil jij prof worden? Ja. Ja. Dan doe jij tijdrijden, je doet wegwedstrijden. En veldrijden. En veldrijden. Ja. Nou, vertel eens, wat is je favoriet? Of waar denk je dat jij de absolute top kunt halen? Afgelopen jaar was ik derde op het NK tijdrijden, op het derde op het NK wegrennen en derde op het NK veldrijden. Dus ik was overal eigenlijk even goed. Alleen op de weg ben ik wel beter omdat de concurrentie groter is. Dus ja. Ik denk dat daar uiteindelijk dat je daarvoor moet gaan kiezen, zeg maar. Oké, dus de focus gaat meer op het de wegwedstrijden komen te liggen. Ja, ja, wedstrijden, wegwedstrijden en tijdritten. Heb jij ook nog een groot voorbeeld? Dat is moeilijk, want ik weet niet. Marjan Vos is natuurlijk wel een heel makkelijk voorbeeld, maar die heeft wel van alles misschien iets te veel gedaan. Iets te veel, dat zal de ook doen. Ja. Carlijn, hartstikke mooi. Je hebt dit jaar een enorm mooi sportjaar gehad. Je bent regiokampioen geworden. En dat heeft de jury toen besluit om jou te nomineren voor sportvrouw van het jaar. Officieel. Dank je wel. Snel verder.
verder met de derde dame die genomineerd is voor de sportvrouw van 2015. Voor Nathalie Leensen. Eerst twee vragen die jij bent, want jij bent niet Nathalie Nederland. Nee, ik ben Nelleke Krol. Ik ben de voorzitter van de rijvereniging waar Nathalie lid van is. Ja, want ze hadden mij zojuist al ingefluisterd dat ze een van de genomineerden in de zaal nog niet hadden zien zitten. Ja. Dan vind je het goed om haar plek in te nemen op deze plaats? Prima. Ze rijdt op twee paarden. Ja, klopt. Volgens mij, en we zagen net in beeld Armadi. Ja, klopt ook. En het andere paard heet? Vliegdol. Ja. Ze verzinnen die naam zelf. Ja, ik denk het. Hartstikke mooi. Sinds afgelopen jaar geen kampioen geworden in de klasse Z1. Ja, voor de niet-paardrijders onder ons. Wat heeft ze behaald? We hebben zeg maar binnen de regio Brabant hebben wij een aantal afdelingen, die noemen wij kringen. En die rijden onderling een aantal selectiewedstrijden. En degene die de minste plaatsingspunten heeft, dus bij wijze van spreken 3 keer eerste wordt, die wordt dan kampioen van de kring. En die wordt dan uitgezonden naar de Brabantse kampioenschappen. Is Nathalie voor jullie vereniging een uitzonderlijk talent? Nou, ze doet het in ieder geval erg goed. Ze is heel succesvol. En dus, dan was ik een vraag naar haar van wat doet zij met die twee paarden om haar prestaties verder te verbeteren? Hoeveel tijd steekt ze in haar sport? Nou, ik weet wel zeker dat ze er heel veel tijd in steekt. Ik denk dat ze bijna dagelijks traint, veel les neemt en daarnaast regelmatig op wedstrijd gaat om te kijken waar ze staat ten opzichte van de rest. Hartstikke mooi. En die inzet voor haar sport en de prestatie van dit jaar heeft ook voor haar de nominatie opgeleverd voor sportvrouw van het jaar. Jij mag hier blijven staan, ik vraag de andere twee dames om erbij te komen. Sportvrouw van vorig jaar bekend gaan maken wie van deze drie de sportvrouw van 2015 zal gaan worden. Uw applaus voor Demi van Gunsen. Als de genomineerden even bij elkaar gaan staan. Demi, welkom terug op dit podium. Ja. Vorig jaar de prijs hier in ontvangst mogen nemen. Voor de mensen die het weten, Amazone van beroep volgens mij. Ja, klopt. Hoe gaat het met je? Goed. En hoe gaat het met de sport? Ik heb afgelopen jaar minder tijd gehad, maar komt er een nieuw jaar aan, dus gaan we het weer aan. Ja, het nieuwe jaar gaat de focus weer volop op het paardrijden. Ja. Wat staat er dit jaar op de kalender? Ik hoop echt het EK, bij de jonghouders. Waar wordt het verreden? In Dublin, in Ierland. In Dublin? Jij hebt vorig jaar hier de award gewonnen, sportvrouw van het jaar. De periode daarna, ben je er vaak op aangesproken met mensen? Ja, ik heb wel leuke reacties gehad. Oké, dus het heeft jou mooi op de kaart gezet als Amazone en binnen de wedstrijdsport. Hier staat ook één vertegenwoordiger voor Amazone. Kennen jullie elkaar? Ken je dat niet? Ik heb het wel eens gezien. Je hebt het wel eens gezien, kijk. Hartstikke mooi. Ook in jouw handen. Zit in de envelop de uitslag van deze wedstrijd. Even nog terug naar vorig jaar. Hoe spannend vond jij het toen je hier stond? Ik vond het wel spannend. Ik vond het wel heel spannend. Nou, die kijk zo naar links en dan zie ik ook wel, volgens mij staat ook behoorlijk wat spanning. Laat het niet verder opvoeren. Ik wil aan je vragen om de winnares bekend te maken. Ja. Sportvrouw van het jaar 2015 is Carolijn Swinkels.
Nee, Carlijn, kom eens even terug. Want we hebben nog een verrassing voor jou. Ja, dat is leuk, toch? Ja, ik denk, ik ben er vanaf. Nou, gaan we even... Zullen we aan de zijkantje staan? Want de afgelopen weken, of ja, de afgelopen dagen, is er een wielerevenement gehouden in Rotterdam. Ja. Weet je wat daar gaande is? Ja, de zesdaagse, volgens mij. De zesdaagse. En nou liepen wij daar toevallig iemand tegen het lijf die ook nog iets tegen jou wil zeggen. Eerst gefeliciteerd, sportvrouw van Gelderland. Dat is een bekroning, een succesvol seizoen. Geniet ervan. Je hebt daarmee het afgelopen seizoen ook de sport onder de aandacht gebracht. En ik sta hier nu in een overvol Ahoy. En ik hoop jou hier in de toekomst ook nog een keer in actie te zien. Maar geniet eerst een mooie titel.